Ja, Kaarle Basilio, voor de tweede wedstrijd na de winterstop op rij spelen jullie gelijk. Is deze net zo pijnlijk als vorige week tegen Hekkensluiter Dordrecht? Ja, ik denk dat het vandaag veel meer in had gezeten, net als vorige week. En ja, we moeten zorgen dat we de kansen gewoon afmaken. En reken ik mezelf ook aan. Eerst al een grote kans. En die moeten gewoon 100% in. En dan kijk ik gewoon naar mezelf ook. Ja, dat was op 0-0. Een prachtige beweging van jou. Je staat oog in oog met de keeper. Ja, die bal moet er dan in. Is dat dan toch wedstrijdritme die je mist omdat je te weinig gespeeld hebt? Nee, ik denk het niet. Er zijn genoeg zware trainingen. Dus ik denk dat het aan wedstrijdritme ligt. Ik kom 1-1 op de keeper en dan moet ik gewoon het overzicht behouden. En gewoon de bal plaatsen of breed leggen. Uiteindelijk over 90 minuten. Ik denk dat de neutrale toeschouwer zou zeggen, het is misschien wel een terechte afspiegeling. Want jullie begonnen de eerste helft gewoon niet goed. Eerlijk is eerlijk. De eerste helft was denk ik zwaar voor Telstar. Eerste kans naar rust ook. Tweede helft voor jullie. Al met al, wedstrijd wel in evenwicht? Ja, ik denk het wel uiteindelijk. De eerste helft, we zijn niet goed begonnen. We komen op 0-1. En ik denk dat we na de rust sterk uit de kleedkamer zijn gekomen. We hebben nog wel wat meerdere kansen gecreëerd in de tweede helft. En jammer dat die er niet ingaan. Voor de tweede wedstrijd op rij heb jij een basisplaats. Ja? Dat moet ongetwijfeld heerlijk voor je zijn. Wat is er veranderd met betrekking tot de eerste seizoen zelf, waarin je nauwelijks speelde? Ik denk persoonlijk is er niets veranderd. Ik heb altijd 100% gegeven op de trainingen. En, ik voel me fysiek gewoon goed. Dus ik ben blij dat ik nu meer speelminuten krijg en ik hoop deze lijn door te kunnen trekken. Hoe moeilijk was het wel die eerste seizoen zelf, waarin jij eigenlijk nauwelijks in actie kwam? Natuurlijk is het moeilijk, maar ja, je bent een professional en als voetballer krijg je met zulke dingen te maken. En dan moet je gewoon professioneel in blijven en wachten op je kans. Weer puntverlies. In hoeverre geloven jullie nog in het rechtstreeks promoveren wat toch jullie doelstelling is? Als team blijven we sowieso in geloven. Alles zit op elkaar bovenin. Dus, maar het is wel van belang dat we nu echt punten gaan pakken.